Wielrenster Annemiek van Vleuten beleeft een geweldige zomer. Ze won al de Giro Rosa en La Course. Ja, dit is een prachtige strijd. Echt indrukwekkend. Denken we even terug aan Rio, Olympische Spelen. Wat een magistraal beeld. Ze komt het aan het wiel. Heel dichtbij. Het zal toch niet gebeuren? Kijk toch eens, Van Vleuten. Van Vleuten wint hier op de streep. Hoe is dit mogelijk? Van der Breggen. Nog nooit in de laatste 10 meter geklopt. Jongen. Wat een ontknoping is dat. Maar veel tijd om terug te blikken is er niet, want het WK wielrennen in Innsbruck staat voor de deur. Hartelijk welkom, Annemiek van Vleuten. En een applaus. Ja. Even toch, want dat was een grande moment. Het finish op in La Course. Bergetappe. Ja. Bizar. Want dat zat helemaal niet, tot voor zover wij wisten, helemaal in jouw pakket. Het bergoprijden? Ja. Ook niet helemaal in mijn pakket, inderdaad. Heel lang heb ik gedacht, altijd te horen gekregen, dat ik echt een klassieke renser ben. Dus echt voor de Ronde van Vlaanderen, die ik ook wel won in 2011. Maar dat klimmen heb ik echt pas in de Rio Olympische Spelen ontdekt, dat ik daar echt zo goed in ben. Dat is helemaal nog niet zo lang geleden. Nee, 3 jaar. Want hoe heb je dat ontdekt? Ja, ik zag het toen, het parcours in Rio, en toen wist ik wel van oké, als ik daar echt geselecteerd wil worden, dan moet ik echt wat aan mijn klimcapaciteit gaan doen. En sindsdien ben ik ook veel meer hoogtestages gaan doen, veel meer bergop gaan trainen. Ook gedacht aan gewicht en power ratio, dus ook mijn gewicht wat omlaag gebracht. Maar met name heel veel meer bergop gereden. Maar het is zo nieuw dat je daar helemaal niet tot die tijd aan dacht. Zo van klimmen, dat zit ook in die benen van mij. Ja, dus ook had gewoon de ploegleiders hebben me al jarenlang altijd verteld van jij kan niet klimmen, jij kan nooit een Giro winnen. Dat hoef je echt niet tot doel te stellen. Jij bent klassieke renster en dan ga je er ook echt in geloven. En ik rijd nu voor een Australische ploeg en ja, deze hebben me echt tot doel mij gesteld van joh, zou je dat niet eens tot doel stellen? Wij denken echt dat je dat kan. En ja, als zij erin gaan geloven, dan heb ik een halfjaartje. En toen werd dat zaadje geplant en dacht je, dat klimmen, dat kan ik wel. Nou, een half jaar heb ik eerst gedacht, nee, ik kan nooit een Giro winnen. Nee, dat kan ik niet. Daar ben ik te zwaar voor, daar ben ik te veel Nederlands gebouwd voor. Ja. Maar het is bizar dat eigenlijk een ploegleider tegen je zegt, dat kan je niet. Terwijl je grootste triomfen, die hebben dan toch wel daarmee te maken. Ja. Denk je af en toe niet eens heel triomfantelijk terug aan die ploegleider? Ja, die ploegleiders zijn nog steeds ook in de koers. Maar niet meer bij mijn ploeg. In ieder geval, ik rijd niet meer voor die ploeg. Ik denk dat hij ook heel mooi vindt om te zien. Maar die heeft me ook geïnspireerd tot het winnen van de Ronde van Vlaanderen en klassiekers. Dus ik ben nu een heel compleet renster geworden eigenlijk. Ja. Nou, want we hebben beelden van de 9e etappe van de Giro di Rosa. Waarin de beklimming van de, moet je even helpen hoor, de Zoncolan. Dat is echt, perfect. Dat is goed hè, maar dat is een pittige. Ja. Thijs Sonneveld, dat is een beroemde wielerjournalist, die zei van nou, dat is niet zomaar een berg, dat is een monster. Ja, ik heb ook heel veel gehoord gekregen dat ze zeiden van oh, maar jullie zullen die wel van de makkelijke kant mogen doen. Want het is schijnbaar, jullie vrouwen, jullie rijden zeker van die andere kant op. Want in de mannen Giro is je ook gereden. Zei nee, wij moeten hem ook van de monster kant doen. Nou, kijk, dit is dat dingetje. Maar we hebben er ook beeld van. Dus kunnen we even kijken hoe Annemiek de Zoncolan bestijgt. Annemiek van Vleuten sta mettendo il proprio sigillo definitivo su questo 29esimo giro rosa nel segno del dominio. L'applauso, ladies and gentlemen, Annemiek van Vleuten! Ja, Annemiek van Vleuten! Ja, nog blijft dat. Ja? Deze berg is zo stijl dat ik echt op het puntje van mijn zadel moest zitten om druk te houden op mijn voorwiel, want anders zou ik achterover klappen. Zo'n monster is dit ding. Dat is... Hoeveel pijn doet dat? De kou begint er vlakbij, zullen we zeggen. Hoeveel pijn doet dat? Als je weet dat je ook in het roze rijdt en ja, dat je het in de pocket hebt en dat je kan winnen op zo'n mooie berg, dan het doet wel heel veel pijn, maar het is er niks bij vergeleken met hoeveel pijn ik had in La Course. Ja, ja. Echt dat het gewoon vreet aan je benen? Ja, alles schreeuwde toen echt ook in mijn benen van ophouden met trappen. En dat is ook op zo'n klim. Alles in je lijf wil eigenlijk opgeven, maar Nou, wacht er nog van alles, want je hebt de smaak te pakken, hè? Ja. Ronde van Nederland?
Maar ook het WK, dat is in september. Ja, dat is mijn, ik heb 2 doelen dit jaar gesteld. Dat is de Ronde van Italië voor vrouwen. Die is binnen. En het wereldkampioenschap. Omdat het op een parcours is in Innsbruck. Waar ook heel veel geklommen mag worden. Dus dat is een parcours. Nee, dat zeg ik. Je hebt de smaak te pakken. Ja. Hoe bereid je je voor? Ja, ik weet dat het voor mij heel goed werkt. Is 3 weken op een berg gaan zitten in mijn eentje. 2300 meter zoek ik het dan op. En jij moet een beetje gek zijn om deze overwinningen te behalen. Maar in je eentje, zeg je? Ja. Echt niemand? Nou ja, dus soms zitten er ook wel eens andere wielrenners. Maar in principe, ja, ik ben er nu ook alleen heen gereden met mijn autootje. En doe ik mijn fietsje erin en rijd ik naar Noord-Italië. Dat is een berg waar ik, of in een hotel waar ik ook al jaren kom. Dus ik ken de mensen daar wel. En daar zit 3 weken lang eten, trainen, slapen. En ja, je lichaam eigenlijk ook een beetje uitputten. Omdat je zo in weinig zuurstof zit. En wat doet dat mentaal met je? Want je bent eigenlijk, ja, je bent op jezelf aangewezen. En die bergen bedwingen. Die kilometers vreten. Ja, ik vind trainen hier in Nederland vind ik echt werk. En zodra ik in het buitenland ben, in de bergen, vind ik het trainen veel motiverender. Dus dat is al een mooi cadeautje, dat je over mooie rondes mag rijden, over hele mooie bergpassen. En wat het ook mentaal met mij doet, is soort, ja, ik denk wat mensen ervaren met yoga. Ik word er heel zen van op zo'n berg te zitten. Je hebt niks aan je hoofd. Het enige waar je aan kan denken is die dag trainen. En je hebt je doelen en slapen en tot rust komen. En een paar goede boeken mee. Ja. Maar je bent zo, ik zeg het nog maar even, zo'n bergbedwinger. Toch passen ze het parcours voor de vrouwen meestal wel aan. Is het voor de mannen wat pittiger? Ja, het is in zo'n Giro, die nemen ons echt serieus. Die zeggen dus niet van we gaan de zonkelanden van de makkelijke kant doen. Die sturen gewoon die vrouwen op die verschrikkelijke kant omhoog. Maar op de wereldkampioenschappen en bij de Olympische Spelen vind ik het wel jammer dat je vaak ziet dat er, ja, het parcours wordt voor de vrouwen aangepast. In de lengte. In Tokio bijvoorbeeld, de Olympische Spelen. Dat weet je al, dat is al vlakker vergeleken met de mannen dan wat jij moet doen. Het is natuurlijk wel een beetje mijn eigen voordeel om dit te zeggen. Volgens mij dat zien ik liever. Het hier. Ja, ik zou liever natuurlijk dat bovenstaande parcoursje hebben gereden van de mannen. Maar waar het mij met name om gaat, kijk, dat is mijn persoonlijke ding. Maar wat het met name om gaat, is dat het de type renner wat gaat winnen bij de mannen is een klimmer. En het type renner bij de vrouwen wat gaat winnen, ja, met een hele vlakke finale wat er achteraan zit, dat is gewoon niet hetzelfde. Maar dat is ook tegen de principes van die bij de Olympische Spelen uitgaan van gelijkheid. En dat is hetzelfde eigenlijk ook met de startplekken. Hebben we ook minder, maar 70 startplekken bij de vrouwen en 130 bij de mannen. Maar eigenlijk dus zeg je, geef mij maar dat mannenparcours, want dan win ik sowieso. Nou, dat zeker niet, want er is heel veel concurrentie gelukkig. Nee, maar je bent er goed in, dus het zou mij persoonlijk meer liggen, ja. Dus ik zou het jammer vinden. De tijdritparcours is nog niet bekend, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ik hoop dat ze dat gelijk trekken met de mannen. Ik wens je heel veel succes bij het WK in september. Dank je wel.